Sint Oda is verreweg de bekendste heilige in Sint Oederode. Haar naam is terug te vinden in de naam Sint Oederode. Het levensverhaal van Oda werd in de 12e eeuw voor het eerst opgeschreven door kanunnik Godefridus van Rode, want Oda lag begraven in de kerk van Rode en mensen vereerden haar. Uiteindelijk werden de woorden Sint, Oda en Rode één naam, Sint Oederode. Zo'n 900 jaar nadat Godefridus zijn verhaal schreef, maakte regisseur Arne Balk een film over het leven van Sint Oda. Oda vlucht door de eeuwen. En die ging deze week in première. Dat was na 2,5 jaar hard werken een bijzonder moment. Te meer omdat Balk voor het eerst zo'n script schreef. Dat was iets wat ik nog nooit eerder had gedaan. En het was eigenlijk de puzzel om allemaal Rooise elementen, waar iedereen elke dag voorbij loopt of niet echt bij stilstaat, om die te combineren in iets wat echt, nou echt een spannend verhaal oplevert, waar gewoon ook mensen buiten Rooi met plezier naar kunnen kijken. Feitelijk is het verhaal van Sint Oda in een paar zinnen te vertellen. Ze leefde in de 7e eeuw en was een blinde Schotse prinses. Niemand wilde met haar trouwen. Ze werd naar Luik gestuurd om te bidden bij het graf van Sint Lambertus. En ze zag het licht. Terug in Schotland wilde haar vader haar uithuwelijken. Dat wilde Oda niet en ze vluchtte naar Rode, waar ze haar leven in dienst stelde van God. Na haar dood kenden mensen haar genezende krachten toe. De legende zelf kan je eigenlijk maar 10 minuten film mee vullen. En de film duurt uiteindelijk 90 minuten. Ze hebben de 80 minuten materiaal heb ik eraan bij moeten schrijven om een volwaardig script op te kunnen leveren, waarmee gefilmd kon worden. Het publiek was enthousiast. De een leerde dingen over de geschiedenis, de ander kende de film al direct een Oscar toe. Ja, geweldig. Hè? Voor dat budget en met al die vrijwilligers waar ze het mee moeten doen, is een hele knappe, mooie film. In het begin was het even wennen om de vorm te vinden van de film. Maar na het tweede gedeelte zat er echt een mooie lijn in. En geweldig. We zagen ook mooie stukken van Sint Oederode terugkomen. Dus alle eer aan Rooi. Kende het verhaal van de Oda? Nee, eerlijk gezegd niet. Maar ik heb er nu een mooi beeld van gekregen en daar gaat het om. Hè, dus. Een knap staaltje werk voor iemand die dat niet voor zijn beroep doet. En ook de acteurs natuurlijk, erg knap. Ja, echt, ik heb hem een Oscar gegeven. Oda is het middelpunt van het verhaal. Arne Balk heeft veel nagedacht over hoe hij deze vrouw in de film zou neerzetten en hoe hij een link kon maken met de huidige tijd. Ik heb Oda neergezet als iemand die als vluchteling eigenlijk toegroeit. Het is eigenlijk een coming-of-age verhaal. Dat is iemand die blind is, vluchteling is en uiteindelijk uitgroeit tot iets groters. Ze ontmoet een blind meisje in Sint Oederode, het hedendaagse Sint Oederode, Hildewaris. Dat is ook een naam die ik uit de geschiedenisboeken heb geplukt. En daarmee, als zij elkaar ontmoeten en het avontuur aangaan, dan verander ik allebei de levens voor altijd en in een hele spannende, actiematige manier. Ik vind het een spannende film, maar wel een leuke film. Dat zit allemaal spanning in en zo. En ja, ik zou hem wel nog een keer willen zien. Een visuele spektakel, dat had ik niet verwacht. Het ziet er echt heel, met mooie effecten en zo, en de muziek eronder, is echt wel heel, heel leuk gedaan. Zeker. Je begint in het verleden en je komt naar het heden. En het is inderdaad een connectie tussen die twee tijden. Op een manier die door elementen die in het verleden zijn opgegraven in Rooi weer een nieuw verhaal krijgen, weer een nieuwe betekenis krijgen en daardoor de basis zijn voor een interessante film. Spanning, mooie beelden, visuele effecten. Er zitten in de film zoveel elementen die om aandacht vragen. Voor sommige bezoekers is er altijd één speciaal moment. Het einde. Dat alles toch nog goed komt op het einde. Kende jij het verhaal van Oda? Nou ja, ik heb wel meegemaakt toen de amulet werd gevonden. Dat was op de markt volgens mij. Toen werd opgegraven, werd opgegooid en toen werd het gevonden. Dat weet ik nog wel, maar verder wist ik er eigenlijk niet zoveel van af. Nee. Een stukje kennis toegevoegd, hè? Ja, zeker, absoluut. Ja, toch weer iets geleerd ook vandaag. Ja. De film Oda, vlucht door de eeuwen werd gemaakt met amateuracteurs uit Sint Oederode. Hoofdrolspeelsters zijn Eva Lintzen, zij speelde de rol van het blinde meisje Hildewaris,
Dianne van Erp speelde de rol van Oda en de film is te zien in verschillende bioscopen. Informatie daarover vindt u op odafilm.nl.